Daarin dus drie wijzigingen in vergelijking met de 2-1-nederlaag bij Vierton. Dan het elftal van Tom van Imschoot. Daar, zoals al gezegd, geen enkele wijziging in vergelijking met die zeer goede prestatie. En meteen de lange bal van Kis richting Verschuren. En daar goed doorgekopt. Saito in de 16 trappen. En de eerste redding van de partij. Normaal gezien geen problemen voor een doelman. En dat was dus nu ook niet het geval. De corner met Rossa. Goed aangesneden. En dan blijft die bal daar hangen en gaat hij erin. Geen idee wie er gescoord heeft tussen al dat volk daar. Maar het lijkt Laurent Lemoin te zijn. En dan staat Lommel al bijzonder snel op voorsprong. 1-0. Die het doelpunt maakte. We gaan nog eens kijken. Maar is het dan toch Saito? Het is Saito. Goeie opening dit op Limbombe. Nou, twee mensen bij zich. Gaat hij ertussen proberen te geraken. Dat deed hij zeker. Slecht verwerkt van Rossa, Van Akker. Firmarin. Bitsindu. Schuurmans. Van Akker. Ja, goed schot van Thibaut Van Akker. Tweede keer dat hij uithaalt. En telkens goed geraakt, Thibaut. Enkel de precisie kan nog wat beter. Ja, Firmarin met een dramatische bal. Jagan kan oppikken. Jagan, die trapt hem ernaast. Grote kans voor Lierse. Firmarin. Te nonchalant deze bal. Even kon dat onmogelijk nog belopen. Jagan. Nou, is Hendricks dan toch kwijt. Daar is de voorzet. Schuurmans met een voetje. Verschuren trapt hem knap binnen. En zo staat de 2-0. Heel erg mooi opgewerkt van Arno Verschuren. Maar dan zit het Lierse toch ook een beetje tegen. Met Hendricks. Nou, trapt hem eigenlijk tegen hem aan. En dan kan hij de bal meegrissen. Schuurmans half. En dan gaat hij op de slof van Verschuren. Heel erg goed afgewerkt. Beheerst. En geen schijn van een kans voor de Smet. Knappe goal van Arno Verschuren. Eerste wissel bij Lommel SK. Nummer 19, Arzani, wordt gewisseld met nummer 24. 9, Limbombe naar de kant. 10, de schrijver. Voor Leon Gola. Leon Gola. En Guillaume, de schrijver, erop voor Jonathan Hendricks. En geven met Boussouf is slim. De kap is dat ook. Daar is de voorzet. De kopbal. En de Smet die nog redt. Saito. En weer de Smet. Hier houdt hij zijn ploeg nog in de match. Hier Arnold de Smet. Hier nog eens die kans voor Lommel, die dubbele kans met de voorzet van Boussouf. Kopbal van Wijtens, de Smet die redt. Manello. Krijgt hem van Kis en dan is er heel veel ruimte voor Boussouf. Moet wel nog Schuurmans zien kwijt te geraken, ook Van Akker keer terug. Boussouf, Boussouf nog steeds, Boussouf schuift hem binnen. En dan maakt hij er 3-0 van. En dan vrees ik dat het boeken toe is voor Lierse. Miranello met de opening. Boussouf op snelheid. Dan wil hij naar zijn linker. Oh, is dit slim gedaan. Rolt die bal door de benen van Schuurmans. En dan schuift hij hem met rechts nog binnen. Van deze partij. Want Lierse echt niet naar huis gespeeld vandaag. Absoluut niet. Maar Lommel super efficiënt. Daar is de schrijver. En die legt er meteen binnen. 3-1. We hebben terug een match. Doorzettingsvermogen van Guillaume de Schrijver. En bij Lierse. Met nummer 10, de Schrijver. Ook voor hem zijn eerste van het seizoen. Net als voor Boussouf. Leon Gola. Voorzet. Henkens.
Saito tot bij Boussouf. En dan is het afgelopen. Dan wint.